Beste mensen, goede avond. Welkom bij Bazarov Live van 5 april. Vanavond staat het in het teken van de maand van de filosofie. Mijn naam is Roeland Dobbelaar en ik maak dit programma met Lilian Baanders. En laat ik voor de verandering beginnen met een boekentip. Meestal doe ik dat aan het einde, maar toch een klein boekentip van een klein boekje. Het essay van de maand van de filosofie. Want elk jaar vraagt het organiserend comité van de maand aan een filosoof of een aanverwante intellectueel om een mooi essay te schrijven. Dit jaar is het thema van de maand weerloos en waardevol. En daar herkennen we natuurlijk de dichtregel van Luce Bert in: alles van waarde is weerloos. En dit jaar was het de beurt aan schrijver, dichter en theatermaker Marjolein van Heemstra. En die koos een wel heel groot weerloos object om de stelling uit te werken, namelijk de maan. Dus het is een boekje over de maan. En dan denk je, nou, die maan, die is niet zo kwetsbaar. Maar als je dit boek leest, dan denk je daar anders over. Die grijze bol die 300.000 kilometer van ons vandaan staat. En die wordt bedreigd omdat grote kapitalisten als Jeff Bezos en Elon Musk, die willen de ruimte gaan exploiteren. En uiteindelijk ook de maan, ja, als een soort mijnbouwobject gaan zien. En dat heeft enorme consequenties voorspeld, Marjolein van Heemstra. En dan denkt ze, ja, dan gaan we, hebben we eerst de aarde verprutst en dan gaan we dan de maan ook verprutsen. Daar waarschuwt ze voor. Een erg en boeiend belangrijk essay. Maar dan hebben we in ieder geval de maand van de filosofie hiermee afgetrapt. Vandaag hebben we 3 gasten bij Bazarov Live. Lilian praat dadelijk met Joke van Leeuwen, auteur van het filosofie-kinderboek van de maand van de filosofie. Dat bedoel ik, zei de zalm. Daarna praten we met filosoof en romancier Rinske Hille over de vraag of filosofen wel romans moeten schrijven. En tot slot ga ik in gesprek met Hans Achterhuis over zijn hommage aan Hannah Arendt. En ik hoop dat het weer een mooie avond wordt. We trappen dus af met Joke van Leeuwen. Voor de 5e keer verschijnt dit jaar het kinderboek van de maand van de filosofie. Abdelkader Benali, Annelies Verbeke, Bibi de Montac en Mirjam Oldenhaven gingen Joke van Leeuwen voor. Aansluitend bij het thema van de maand van de filosofie, weerloos en waardevol, schreef Joke van Leeuwen: dat bedoel ik, zei de zalm, een doorgeefverhaal waarin dingen, dieren, mensen elkaar ontmoeten en zich tot elkaar moeten verhouden. Joke van Leeuwen schrijft proza, poëzie, kinderboeken, tekent en treedt op. Ze heeft met haar boeken ongeveer alle denkbare prijzen gewonnen die er te winnen zijn, behalve de prijs voor het beste kinderboek Filosofie. Maar ja, dat kan natuurlijk gewoon nog. En die prijs bestaat ook nog niet zo lang. Joke van Leeuwen is wel net genomineerd met haar vorig jaar verschenen kinderboek Ik ben hier. En met datzelfde boek maakt ze ook nog kans op de Woutertje Pieterse prijs. Dames en heren, mag ik een luid applaus voor Joke van Leeuwen. Welkom. Joke, welkom. Dank je. Maand van de filosofie, dat thema, weerloos en waardevol, dat lijkt jou eigenlijk wel op het lijf geschreven, want nou, ik heb een deel van je oeuvre hier uitgestald. Daar zitten heel veel personages in die weerloos, waardevol zijn. Ja, er zijn ook veel personages die zijn of haar eigen gang gaan. Toen mij gevraagd werd dit te schrijven, stond het woord weerloos er nog niet bij. Er stond waarde en waardering zou het overgaan, maar ja, er is toch wel iets weerloos. Alleen al de regenworm in dit boek is behoorlijk weerloos. Dus gelukkig is het erin gekomen. Het betekent echt dat jij een boek geschreven hebt over eigenlijk een andere invalshoek dan wat het uiteindelijk geworden is. Nou, het thema was nog niet helemaal aangescherpt, denk ik. Dus ze zeiden, het gaat over waarde en waardering. En wil je daar een kinderboek over schrijven? En ik dacht eerst, nou, zal ik dat wel doen? Dan wordt het zo'n braaf verhaal over zo'n thema en dan iets eromheen. Maar toen kwam ik in gesprek, want ik werd gevraagd door Marlie Huijer, die filosofe. En ik heb dus met haar gesproken. En via haar kwam ik achter bepaalde gedachten van de filosofe Donna Haraway. Over het niet zo categoriseren van mensen en dieren en al dat soort zaken. En toen moest ik denken aan Arita Baijens, die ontdekkingsreiziger, die dat plan had
waar ik ook aan meegedaan heb, om de Noordzee een stem te geven. Dat was toen met een hele, hoe heet zoiets ook alweer, een algoritme. voorzichtig. In elk geval. Nee, maar dus ze hadden een manier gevonden om die Noordzee vragen te laten antwoorden. En daar heb ik ook gedichten over gemaakt. Nou ja, hoe dan ook, daardoor kwam ik los van het idee van, verhaaltje om de ding. En toen dacht ik, ja, ik laat inderdaad die dieren en die planten en allemaal met elkaar praten. En toen werd het leuk. En toen was het fijn om te doen. Ik wil toch even terug naar die twee woorden, weerloos en waardevol. Ja. Waar staat weerloos voor jou voor? Weerloos staat voor mij, het klinkt toch als te weinig gewapend kunnen zijn tegen wat er op je afkomt. Ik meen toch dat in dat, ik kan het niet citeren, maar ik meen toch dat in dat gedicht van Lucie Bert er nog een zin nakomt. Ja. Die volgens mij het toch een beetje anders maakt. Alles van waarde is weerloos, wordt van aanraakbaarheid rijk en aan alles gelijk. En aan alles gelijk. Ik vind alles van waarde eigenlijk niet zo weerloos. Ik vind het wat. Ik word wat treurig als je dat denkt. Ik denk dat we moeten blijven denken dat alles van waarde helemaal niet zo weerloos is. En waardevol, waar staat dat dan voor? Waar staat waardevol? Ja, nou, weerloos en waardevol. Dus voor jou, nou ja, daar heb denk ik dus over zitten nadenken. Aan? En ik denk dat al deze personages in dat boek daar op hun manier over bezig zijn. Er is bijvoorbeeld een zalm die weerwoord geeft aan een kampioensbeker. Dat die niet zo hoog van de toren moet blazen, want die kan helemaal niet alles wat zalmen kunnen. Maar tegenover de zandkorrel is de zalm weer met heel veel dédain. Van jij een zandkorrel, jij bent een andere zandkorrel, ik zie alleen maar een heel zootje zandkorrels, allemaal hetzelfde. Dus terwijl die zandkorrel ook respect wil als zandkorrel. Ik ga ze zo allemaal opnoemen, al je personages. Ja, nou ja, ik wil maar zeggen, er zijn allerlei aspecten van dat woord waarde en waardering die ik erin heb willen zetten. Ik zal ze nu niet meer noemen, want je gaat ze nog. Nee, want we moeten het wel even, de structuur van je boek. Het is een doorgeefverhaal, dus het begint met een pluisje en die ontmoet de volgende. En dan gaat dat zo door en dan komen er de wind, het pluisje. De beker, de zalm, de zandkool, de denker, de paardenbloem, de regenworm, de zilvermeeuw, het net, de hond, de liniaal, het autootje, de straatsteen, de inktzwam, het telefoontje, de vlieg, de diamant, de paraplu, de wind en het pluisje. En het pluisje. Nee. En dan steeds de en het en niet een willekeurige zandkool. Nee, wat wil je daar met dat steviger neerzetten uitdrukken? Dat zij staan voor waar ze over praten. Dus niet, ze zijn niet. Kijk, als je alleen al kijkt, dat pluisje, dat is niet een pluisje. Het pluisje was van wol die niet kriebelde. Mooie wol van geduldige schapen. Geduldige schapen uit een groot land. Een groot land in een ver werelddeel. Een ver werelddeel op de blauwe aardbol. De blauwe aardbol in het gigantische melkwegstelsel. Het gigantische melkwegstelsel in het oneindige heelal. Zo'n pluisje dus. Dat geeft toch een ander beeld van een pluisje. Dan een pluisje, ja toch? Sorry. Ja, en ik heb dat dus ook in mijn tekeningen. Ik wilde ook dat de tekeningen niet zomaar. Nee, moet ik anders zeggen. Ik wilde dat die tekeningen ook het gevoel gaven dat je anders keek dan doorsnee. Dus ik heb een uitvergroot draadje getekend. Ja. Waarbij je dan ziet dat het wol allemaal schubjes heeft waar warmte in zit. En dat heb ik ook voor de zandkorrel gedaan. Even zoeken. Dus ik heb uitvergrote zandkorrels getekend, zodat je ook weer helemaal anders tegen zandkorrels aankijkt. En die toch met enig respect kan behandelen.
het is een doorgeefverhaal. Ja. Dat is een hele mooie vorm. Want dan kun je heel ja, veel ik was heel blij toen ik op dat idee kwam. Ik dacht, dat is een vorm, daar kan ik wat mee. Duurde dat? Zat je eerst nog vast aan een semi-brave verhaal met een Nee, dat was dus juist wat ik niet wou. Nee. En toen ik dat idee kreeg, nou, toen ging het stromen. Toen zat het goed voor mijn gevoel. En toen kwam het eruit. En toen kon ik ook bij elk telkens een ander aspect van dat waarde en waardering. Hè, of het nou geld is, of orde, of alles wat meetbaar is. Al dat soort dingen komen erin voor. Ja. Dat kon opeens, dat gaf een vrijheid. En wat geeft dat de lezer, een doorgeefverhaal? Geeft het structuur of juist... Het geeft structuur en ik heb wel gemerkt dat men, dat mag ik zelf wel zeggen, door ging lezen. Van hoe zal het volgende gesprek zijn en wie komen ze nu tegen? Dus dat werkt wel, ja. Het is ook niet echt bedoeld voor alleen kinderen, maar dat is altijd als je kinderboeken schrijft. Als het goed is, dan kunnen volwassenen er ook wat in vinden. Anders zou het maar ontzettend saai zijn om kinderen voor te lezen ook. Maar andersom dus niet. Wat ik voor volwassenen schrijf, is dus niet voor kinderen. Dat heb ik ook vaak moeten uitleggen. Nou, er was vorige week nog een cabaretier die dat uitgelegd heeft, volgens mij. Theo Maassen, die zei, ja, toen er een driejarige in de zaal zat, van nee, daar ga ik niet voor spelen. Ja. Maar je hebt de vorm voor je verhaal bedacht en daarmee heb je eigenlijk een oneindig aantal mogelijkheden van voorwerpen, mensen, dingen. Ja, en toen kreeg ik dus die vorm waardoor ik al die gedachten die ik had bij dat woord waarde en waardering vorm kon geven. En zijn er nog personages afgevallen of zijn er personages waar je over getwijfeld hebt? Eigenlijk niet. Het stroomde er behoorlijk vanzelfsprekend uit. Ik weet niet wat het is, maar het werkt allemaal beter dan toen ik 30 was. Dus dat is voor iedereen die nog geen 70 is, is dat een positieve gedachte. En de kwesties die je aan wilde snijden, waren die ook meteen duidelijk? Ja, en dat ging dus met... Als er een hond komt, dan denk je spelen, spel, die vrijheid. Die hond vindt een lineaal. Lineaal, dat is, die wil alleen maar meten. Alles, het enige wat meetbaar is, is belangrijk, is waar, heeft waarde. De meeuw is degene die regenworm opeet. Ja, dat is geld eigenlijk voor die meeuw. Alleen, ja, in dit geval dan geld van frietjes, gestolen frietjes, ja. en een regenworm. De paardenbloem. Er zijn dus, even denken, twee mensen komen erin voor. Twee vrouwen. Die ene is een denker, die ene. En die komt de paardenbloem tegen. En die paardenbloem vertrouwt het niet meteen. Die denkt, je zult me wel weer onkruid vinden. Ja. Je zult mij wel minder vinden dan een roos of een magnolia. Of hoe heet die ene met die ontzettend overdreven kijk mij bloemen? Ik zag dus ook zijn in de aspecten. In de lessuggesties ook van, zou je iemand die je leuk vindt of waar je verliefd op bent, zou je die een paardenbloem geven in plaats van een roos? Ja, want dat was wel allerlei, leuk. Ja. Ik heb niets met die lessuggesties te maken gehad, maar dat is wel leuk. Ik heb wel, er was een filosofieavond. Nocturne heette dat, in Antwerpen. En daar hadden ze ook met een, zoals dat in Vlaanderen heet, een zesde leerjaar. Wat hier groep 8 heet. Ik vind het is meer een leerjaar dan een groep in een school, maar goed. Hadden ze ermee gewerkt. En die kinderen kwamen inderdaad met mooie filosofische ideeën. Ja. Wat zit dat in? En die zou ik graag nu vertellen, maar dat weet ik dan niet meer. Maar het was wel mooi. Maar ja. Zit dat voor kinderen er gewoon in? Dat ze zo nadenken over de dingen, naar de dingen kijken? Ik denk wel dat kinderen... filosofie op te plakken? Zekere kinderen zo van rond een jaar 7, 8... kunnen op hun eigen eenvoudige manier heel filosofisch denken. Dat je soms denkt, zou een volwassene dat ook maar doen? Ik heb ooit een klein versje gemaakt, dat was eigenlijk... Letterlijk
Wat mijn zoon toen zei, toen hij 7 was. Daar heb ik alleen maar een beetje op volgorde gezet. Het was helemaal wat hij zei. Zorgen. Mama, zegt hij op een morgen, als dinosaurussen nooit meer bestaan, kan dat dan ooit met beren en met mensen ook zo gaan? En waar heb je mijn kleren klaargelegd? Dat is dat versje, maar dat was eigenlijk wat hij zei. Gaat het bij jou ook zo? Want je hebt 2 keer het kinderboekenweek geschenk geschreven. Ja. Nu een heel expliciete vraag voor een filosofieboek voor kinderen. Ja. Terwijl je met je vorige boek, Ik ben hier, ook genomineerd bent voor het beste filosofieboek. Ja, Moet je daar iets extra's voor doen? Of is dat gewoon... Nou, het andere is denk ik dat dit telkens dialogen zijn. Dat dit toch echt een soort praat- en denkspel is. En dat is dat boek niet. Ik was ook verrast. Is dat wat filosofie is, praat- en denkspel? Filosofie is voor mij... Ja, ik ben maar een leek wat dat betreft. Maar, ja, we hebben hier maar 1 deskundige aan tafel, dat is Roeland. Ja, 2 deskundigen. Ja, maar die is nog niet aan de beurt geweest. Oh ja. 3. 3 deskundigen. Of een heleboel misschien nog in de zaal. Ja, filosofie is... weten dat je aan het denken bent over van alles wat je maar over denken kan. En daar enige richting aan geven. Niet 1 lijn, maar wel richting. En ik viel je in de reden, want je zei, ik was eigenlijk verbaasd. Ja, want dat is niet voor als filosofie, maar het meisje denkt wel na. Het boek gaat over een... anderen noemden het een klimaatboek, toen moet altijd iets opgeplakt blijkbaar. Dat meisje dat zit op het dak van het enorm hoge gebouw. Als het water komt, dat wisten dat het water zou komen. Dus iedereen is met de boot weg en zij is er nog. En dan gaat ze natuurlijk nadenken over hoe ze gered zou kunnen worden. Maar ze denkt dus ook aan dieren. Ze weet veel van dieren. Nou ja, dan zitten er wel gedachten in, à la dat ze dus gelezen heeft dat lieve heersbeestjes ontzettend kunnen stinken en dan met die stank vijanden wegjaagt. En dat ze dan denkt dat mensen dat misschien ook maar zo moeten doen in plaats van met bommen en geweren. Ja, nou ja, staat er ook dat een geweldige tekening in, toch? Ja, dat is dan geïnstrueerd met een plaatje. Ja, het is natuurlijk zo. Heeft Zelensky het al gelezen? Ja, ik vrees dat het daar veel te laat voor is. Oké. Okay. Maar het is dus vanuit de eenvoud van dat kinderlijke denken. Maar wel vaak een prima soort denken. Is dat wat jouw personages gemeen hebben? Zelfs de personages dat is, in de kinderboeken is dat vaak zo, ja. In mijn romans zijn ze natuurlijk allemaal erg volwassen. En dat heeft zo zijn gevolgen. Maar in de kinderboeken is het toch vanuit het denken van kinderen. Of zoals ze zouden kunnen denken. Of eigenlijk dat je probeert als volwassene het verwonderen en het speelse niet kwijt te raken. Dat is het, denk ik. Het niet het gevoel hebben van dat je het wel weet. Dat je het wel gezien hebt, maar dat je blijft kijken. En hoe gaat dat dan bij jou? Want als ik... even kijken, dit is van volgens mij oktober vorig jaar. Dat is van vorig najaar, ja. Ja, en dit is van nu. Ja. En dan is er nog, dit is ook van vorig najaar, de poëzie. Oh, dan is poëzie. Die iets eerder dus, ja. Nou ja, september en oktober, allebei geloof deze is, ik. Ja, die was van vorig najaar. Dat is een lang gedicht voor volwassenen. Ja. En dan is er nog deze roman uit 2021 en in juni komt er weer een roman. Er komt een novelle uit voor volwassenen in juni, ja. Hoe werkt dat? Want dan met al die korte op elkaar verschijningsdata moet dat dan bijna in je hoofd met elkaar in verband raken? Nee, dan is iets af en dan voel ik me heel werkloos en dan komt er weer iets anders. En ik wil steeds dat afwisselen. Ik zeg tegen mezelf, ik wil nu poëzie schrijven en dan komt dat. En dan zeg ik daarna, ik wil nu een kinderboek maken. En dan zeg ik, en wat er nu in juni, dat kwam er opeens. Ik wilde eigenlijk een ander roman schrijven, maar dat diende zich heel erg aan.
met lappen teksten denk, ja, dan moet ik dat wel eerst doen. En dus wat is aandienen dan? Is dat vanuit maatschappelijke urgentie? Of is dat nee, dat is gewoon letterlijk brein, dat die tekst dat die tekst komt. Dat er is. En dat ik denk, dit moet ik dus verder doen. Ja. Ja, ik weet ook niet hoe dat werkt. Ik werd laatst wakker met een heel mooi fotografie-idee, maar ik ben geen fotograaf, dus ik moet nog iemand zoeken om het te doen. Nou, volgens mij gaat dat best lukken, als je dat, dat kenbaar maakt. Want je bent ook erg, je illustreert je eigen werk, zowel ook in dingen voor in boeken voor volwassenen, maar je bent ook heel erg voor het samenwerken en het uitwisselen, toch? Ja, dat, ik weet niet waar je nu op doet, maar het nou, nee, is wel is een zo. Algemeenheid. Je bent niet iemand die in je kamertje blijft zitten. Je ziet heel veel in je kamer, want er komt een heleboel, maar nee, ik ontmoet. En dat is het mooie als je zowel voor kinderen als voor volwassenen schrijft, dat je dus echt alle leeftijden ontmoet. Dat ik met volwassenen, maar ook met kinderen. Ik heb nu net vanmorgen de laatste voorstelling van Hoge Fronten. Een mooie theatergroep uit Maastricht, hebben we gespeeld. En dat was op basis van dat prentenboek. En dat was voor 3-4-jarigen en de bijbehorende volwassenen. Dus die vaak voor het eerst in theater zaten. Dus dat is heel mooi, alle leeftijden voor je. En hoe fijn is het om dan met je personages en met je verhaal buiten het boek terecht te komen? Want lezen is natuurlijk iets heel individueels. Omdat de tegenstelling tussen in mijn eentje in mijn werkkamer zitten en gewoon rechtstreeks contact hebben met mensen, dat is natuurlijk een heel fijne tegenstelling, zoals het ook een tegenstelling is om te tekenen, waardoor je dus helemaal geen woorden nodig hebt. En gebeurt er ook iets anders met je personages als je deze personages loslaat op 2-3-jarigen? Nou, in het boek staan ze natuurlijk al, maar ja. Die voorstelling hebben we echt improviserend gemaakt. Met veel beeldende elementen erin. En dan is het best spannend of het overkomt. Want het was gemaakt tijdens corona. Dus we hadden geen proefpubliek of zo. Maar dat werkte. En dan is het mooiste als het dus zowel voor die kleine kinderen als voor die volwassenen leuk is. En dat is mooi. Je gaat ook met deze roman, de bekroonde roman. Ja. Ga je ook buiten het boek optreden? Ja, dat was een verzoek van, moet ik het even goed zeggen, Viola da Gambaiste. Of is het Viola da Gambiste? Nanneke Schaap. Die vroegen of ze samen met mij en met een klavesiniste daar wat mee kon doen. Dus ik heb dat boek bewerkt, korter gemaakt natuurlijk, moest ook wat dingen weg. En het speelt zich af aan het eind van de 18e eeuw, tijdens de Franse Revolutie, maar ik noem dat niet letterlijk. Ook omdat ik weet niet hoe dat nu is, maar in mijn tijd leerde je dus voortdurend weer de Bastille en weer Robespierre en zo. Dus ik dacht, daar wil ik los van. Dus dat heb ik anders genoemd allemaal. Maar in die tijd speelt dat en ik heb dat verkort. Tot telkens stukjes tekst die ik dan breng uit mijn hoofd. En zij spelen muziek van Forqueré, waar ik nooit van had gehoord, totdat zij dat gingen spelen. En dat is 18e eeuwse muziek. En ik denk dus dat het mooi wordt. Ja. En het is prachtig, viola de gamba met 8 snaren. Van heel donker naar licht en vaak akkoorden. Razend moeilijk, denk ik. Speelt iemand hier toevallig? Nee. Razend moeilijk, lijkt me. Maar heel mooi. En welke Joke van Leeuwen krijgen we te zien als we... Nou ja, hier kunnen we niet meer naartoe. Maar is er een andere Joke van Leeuwen aan het werk als je aan het performen bent? Want dat heb je eigenlijk heel veel gedaan. Of doe je ook nog heel veel? Ja, niet een ander, maar een ander register. Nou, hier ga ik vertellen. Uit mijn hoofd vertellen. Ik heb zo'n cabaret gedaan. Hier ben ik helemaal gespitst op kinderen. Ja. Dus dat zijn andere registers, maar daar ben ik natuurlijk allemaal wel. Toch? Toch? Ja. Jawel, toch? Ja, jawel, joh. Ja.
Ja. Laten we nog even teruggaan naar het filosofieboek. Het filosofieboek. Ja, dat klinkt, ik vind het zo zwaar klinken. Nee, ik vind filosofie. Dat is toch een mooi woord, filosofie. Ja, zo mooi. Dat is geen zwaar woord. Nee, toch? Nou ja, soms denk ik van, oh ja, voor sommige mensen is het zo abstract. Je kunt het zo abstract maken. Je kunt het abstract maken en je moet het woord soms uitleggen aan mensen, ja. En dat kunnen filosofen, denk ik wel. En die behoefte heb jij maar niet. Maar het komt, nee, voor mij is het de kunst van het denken, toch? Ja? Is dit een filosoof aan tafel? Ik denk het, ja. De liefde voor het denken. Liefde voor het denken. Wijsbegeerte is ook een mooi woord. Ja, liefde voor het denken, letterlijk. Ja, wijsbegeerte. Begeerte. Begeerte. Ja. Mooi naar filosofie? Dat is mooi. Nou, die liefde, dat die liefde erin zit, is mooi. Toch? Dat je die liefde in het woord. De dingen met liefde doen, met passie doen. Dat zit daar ook in, in dat woord. Dankjewel. Oh, dat voorlezen. Nou, je mag voorlezen. Natuurlijk mag je voorlezen. Oh, nee, zeker. Nee, jij zegt niet. Nee, graag. Zal ik nog een klein stukje? Ja, zeker. Ja. Goed. Slokje water. Ja, nee, graag. Dan doe ik de paardenbloem. Toen de denker naar huis liep, zag ze een paardenbloem. Ze ging op haar hurken zitten en keek naar de gele bloemblaadjes. Wat kom je doen, zei de paardenbloem, ik vertrouw je niet. Hoezo niet, zei de denker, ik kijk alleen maar naar je. Ja, ja, zei de paardenbloem, jij vindt zeker dat ik onkruid ben. Nee hoor, zei de denker, ik denk van alles, maar niet dat je onkruid bent. Moet ik dat geloven, zei de paardenbloem. Ik heb al veel te vaak meegemaakt dat ze ons onkruid noemen. En als ze het niet hardop zeggen, merk ik heus wel dat ze me minder vinden dan een roos of een magnolia, of hoe heet die ene met die ontzettend overdreven kijk mij bloemen. Ik weet niet welke je bedoelt. Die met die, oh, 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 wat zie ik er toch fantastisch uitzonderlijk uitbloemen. Waarom denk je dat ze jullie onkruid noemen, vroeg de denker. Ik ben geen jullie, zei de paardenbloem. Dit heb ik geleerd als Nederlands in België. Dan word je aangesproken namens 17 miljoen anderen. Ik ben geen jullie, zei de paardenbloem. We zijn wel met een heel stel hier, maar als je tegen mij praat, praat je alleen tegen mij. En ik denk dat het komt omdat ik gewoon uit mezelf hier tevoorschijn ben gekomen. Zonder dat mensen dat hebben geregeld. Trouwens, waag het niet me te plukken. Is het niet te laat? Nee, ga maar gewoon door. Dat was de denker niet van plan. Ze wilde alleen maar even naar het geel van de paardenbloem kijken. Ze hoefde die niet te hebben om in een vaasje te zetten tot die doodging. En ze wist dat paardenbloemen goed zijn voor de grond en de insecten. En dat mensen ze kunnen eten en paarden ook. Vroeger heb ik je wel eens geplukt, zei de denker, als kind. Zodra je was veranderd in een bol parachutjes met zaadjes eraan. Ik vond het leuk om dan hard te blazen en je parachutjes te zien wegzweven. Vind je dat nu niet leuk meer? Jawel, maar ik ben een volwassen mens. En volwassen mensen blazen haast nooit meer parachutjes van paardenbloemen de lucht in. En je ziet ze ook niet vaak huppelen of op hun hoofd staan. Wat doen ze dan wel? Zitten, werken, praten, denken, eten, drinken. We doen veel hoor. Bloeien jullie ook? Soms wel. Niet altijd eigenlijk. Sommige mensen zien er nogal verwelkt uit. Moet je ze dan water geven, vroeg de paardenbloem. Dat kan, zei de denker, of iets anders. Aandacht bijvoorbeeld, wat ik nu aan jou geef. Oké, ik stel het op prijs dat je me ziet staan, mens. En jij bent niet iemand die mij onkruid zal noemen, dat stel ik ook op prijs. Je kijkt zelfs naar me alsof je me mooi vindt. Maar ja, ik heb een keer horen zeggen dat mensen die iets mooi vinden dat meteen willen hebben. Wie zei dat? Een mens die hier voorbij liep en bijna op me trapte. Die zei dat hij alles wat hij mooi of bijzonder vond meteen wilde hebben. Hij vond dat logisch. Hij dacht dat dat bij alle mensen zo was. Dus als je me geen onkruid vindt, wil je me misschien toch plukken.
Nee hoor, zei de denker, echt niet. Ik kijk of luister graag naar iets wat ik mooi vind of naar een mens die ik mooi vind. Maar dat kan ik heel goed zonder dat hebberige. Weet je wat olifanten zijn? Dat zijn dieren die ik mooi vind. Stel je voor dat ik die zou willen hebben, ze passen niet eens door mijn voordeur. Als ik geplukt zou worden, zei de paardenbloem, dan werd de zichtbare van me weggehaald zonder te denken aan het onzichtbare dat ik ook ben. Je wortels, zei de denker, die worden trouwens zichtbaar als je ze uit de grond trekt. Ik heb ook wortels, maar die zie je niet. Ze stond op en voor ze doorliep, zei ze nog, trek het je maar niet aan als iemand jou onkruid noemt. Makkelijk gezegd, mens, maar ik erger me groen en geel, zei de paardenbloem. Dat hoeft niet, zei de denker, en nu ga ik naar huis. En daarna volgt het treurige verhaal van de regenworm. Ja, die regenworm. Dankjewel, Joke van Leeuwen. Men denkt slechts in beelden. Als je filosoof wil zijn, moet je roman schrijven. Dat noteerde Albert Camus in mei 1936 in zijn dagboek. Het is vandaag het vertrekpunt van de kwestie. Want wat betekent het als filosofen romans gaan schrijven? Blijft er dan nog wel iets over van wat literatuur tot literatuur maakt, vorm en stijl? Of wint de literatuur er juist bij als er een diepere laag onder het verhaal komt? Lilianne praat met Rinske Hille, schrijfster van de roman Houtrot en Mannenmouw. Hille studeerde rechten en filosofie en doseert aan de schrijversvakschool in Amsterdam. Dames en heren, Rinske Hille. Geef jouw microfoon, alsjeblieft. Dank je wel. En van Roeland krijg je water. Okay. Alsjeblieft. Rinske, die uitspraak van Albert Camus, wat bedoelt hij daarmee volgens jou? Men denkt slechts in beelden. Als je filosoof wilt zijn, moet je romans schrijven. En ik heb hem geplukt uit de inleiding, meneer Achterhuis, van uw boek. Ik denk dat hij bedoelt dat de mens uiteindelijk vooral geraakt wordt in beelden. Dus als je een ander wilt bereiken, dan wel als een mens iets wil leren, dat dat vaak gaat door wat je daadwerkelijk ervaart of ziet. Dat denk ik. En is dan de filosofie daar te abstract voor en is de romankunst juist verhalend en beeldend genoeg? Of gaat dat te ver? Nou ja, ik denk wel dat hij het daarover heeft. Ja. Of vraag je je nu af wat ik daarvan vind? Nou. Ja. Vind jij er als schrijver, filosoof, iets van deze uitspraak? Heb je ooit gedacht dat die op jou van toepassing zou zijn? Ja, ik begrijp wel heel goed wat hij bedoelt. Ik heb het zelf ook in mijn weg die ik heb afgelegd zo ervaren, waarmee ik absoluut niet wil afdoen aan de schoonheid van het denken of dat wat er allemaal te weten valt. Maar ik herken zeker de ervaring dat je het uiteindelijk door te doen en het daadwerkelijk mensen mee te nemen in een wereld van een verhaal, wellicht ze meer bereikt met wat je wilt zeggen. Dat herken ik. Ben jij nu nog allebei? Ben je filosoof? Je hebt eerst rechten gestudeerd, toen filosofie. En vervolgens heb je gekozen voor de literatuur. Ja, voor zover je er echt voor kiest. Ik denk dat ik dat in wezen altijd al ten diepste was, schrijver. Of gegrepen door verhalen en door de emotie en de onderwereld van het mens zijn. Het is inderdaad een weg geweest voor mij. Ik was wel, mijn eerste liefde was wel echt de filosofie. Ik bedoel, ik hield altijd wel van lezen, maar ik dacht voortdurend in vragen als kind. Ik bedoel, ik herken het ook in de wereld die ik dan net zo terughoor van Joke. Ik denk van, oh wat heerlijk, dat is zo'n fijne, pure staat van zijn die je hebt als kind. En het eindeloos dingen bevragen. Ik bedoel, als ik wakker werd in de ochtend, dan dacht ik van, hoe weet ik nou dat mijn dromen niet de werkelijke werkelijkheid zijn en wat hier is dan
minder werkelijk? Of hoe weet ik dat de taal, was er dan een oertaal? Nou ja, weet ik wat. Ik was altijd dat soort vragen aan het stellen. En op het moment dat ik eigenlijk min of meer per ongeluk platen ontdekte in de bibliotheek, was ik heel erg opgelucht. Dus het woord liefde, waar we het net over hadden, van wijsbegeerte, dat is voor mij ook altijd echt heel erg geweest. Het was echt een liefde. Maar toen ik filosofie ging studeren, toen de intimiteit van die ervaring, zoals ik dus zelf filosofie zie, als echt een staat van zijn en het dus het bevragen en het ook weten dat je het niet zal weten. Dus ik vind ook die woorden weerloos en waardevol mooi, omdat het juist voor mij die combinatie, er is heel veel waarde in het weerloos zijn. Dus ik zou het bijna om willen draaien van een heleboel is weerloos en dat is heel waardevol en daar wil ik voor op de bres. Maar kortom, dat kwetsbare en het bevragen, dat ervaar ik als een staat van zijn die ik bijna wil beschermen in mezelf. En op het moment dat ik filosofie ging studeren, was het dus alsof ik het was bijna te groot voor me. Het was een soort heiligdom van wauw. En heel veel ontzag. En ik vond het ook ongelooflijk inspirerend. Maar er was ook een moment, en daar zit voor mij ook alweer de weerloosheid van de filosofie, dat ik besefte van nu zijn we heel erg aan het weten, of anderen zijn aan het weten en die weten het dan beter, of we luisteren niet meer, want die weet meer dan die. En toen besefte ik, zo tegen het eind van mijn studie, dat ik wilde gaan promoveren van, oh, maar wacht even, zo raak ik mensen niet. En dat is wat ik in ieder geval heel graag wil. Ik denk dat ik heel erg van denken hou, maar ik ben ook een voeler en ik wilde dat de wereld inbrengen. En dat is uiteindelijk nog een weg van 10 jaar geweest, denk ik. Om daar dan, om dat te doen. Want hoe dan? Dat was dan wel een vraag. En ben jij ook die bevragende filosoof als je schrijft? Komen jouw boeken zo tot stand? Zeker niet. Nee, ik ben, ik heb dus ook de filosoof in mij echt af moeten leggen om roman te schrijven. En vervolgens is het wel weer allemaal geïntegreerd. Maar ik beschouw het echt als verschillende kamers in mezelf. En in eerste instantie was het dus juist echt even iets heel erg anders doen. En ik denk dat dat ook logisch is. Ik bedoel, als ik het zeg maar in het lichaam zie, dan zit de filosofie in het hoofd en wellicht ook in het hart. Maar in het schrijven moet je toch echt iets wezenlijks tegenovergestelds doen in mijn beleving, in mijn ervaring. Namelijk het hele lichaam, de dierlijkheid, de seksualiteit, de schaamte, dat wat je juist niet wil tonen. Het is echt meer de onderwereld voor mij die daarin naar boven komt. En daar moet je ook een bepaald soort kleur voor durven bekennen, denk ik, als je gaat schrijven. Laten we even naar jouw tweede roman Mannenmaal gaan, met die bijna provocerende cover. Ja. Drie personages lopen eigenlijk in jouw roman tegen hun grenzen aan. Ja. Een kinderarts die onder vuur genomen wordt door de media, collega's, door zijn werkgever, als hij duidelijk maakt dat hij bereid is om ouders die een heel erg zieke baby hebben, die ondraaglijk lijdt, om die bij te staan in het laten overlijden van hun kind. Er is een schilder die weet dat hij het licht in zijn ogen gaat verliezen en die heel duidelijk een keuze heeft gemaakt. Dan is het voor mij voorbij. En daartussenin zit een vrouw die getrouwd is met de een, met de kinderarts, en de ex is van de ander. Zichzelf moet verhouden tot haar eigen ideeën over, over trouw, over openheid, over eerlijkheid. En tegelijkertijd door de een aangetrokken en door de ander aangetrokken en afgestoten wordt. Dat is nauwelijks een samenvatting, maar misschien het is toch. Ik vind het altijd zelf ook heel moeilijk om mijn boeken samen te vatten, maar ik vind het prima samenvatting. Ja. En dan staat er op de achterflap: Mannenmaal is een spannende filosofische roman over euthanasie, kunst en het verlangen vrij te leven zonder compromissen. Een spannende filosofische roman. Zijn beide termen met jouw goedkeuring op de achterflap terechtgekomen? Ja, anders zou het er niet staan. Zeker. Kijk, wat ik denk ik
wat mijn werk typeert, of wat een van mijn fascinaties is, want ik heb er vele, maar is denk ik het samenbrengen van tegendelen. Dat is ook het stevige van het omslag en ook de dubbelzinnigheid en de, uiteindelijk ook de nuance. Heel belangrijk. En het steeds draaien in wat ik daarmee zeg en hopelijk dus ook mensen uit hun vanzelfsprekendheden trekken. Dat vind ik fijn. Dus het inderdaad zowel spannend als diepgravend, zowel platvloers als grote levensvragen, zowel menselijk als en gevoelig als hard. Weet je, ik hou daarvan, van het contrast. Ja, en dat zit voor mij in die woorden spannend en filosofisch. Is dat achteraf een constatering, een filosofisch roman? Of ben jij je bewust dat je eigenlijk met het opwerpen van vragen en levensvragen en vragen over oordelen... Nou, ik zei net dat ik dus het echt heb af moeten leggen, ja, ja. De filosofie. En dat was dus op het moment dat ik Houtrot schreef, mijn debuut. En ik heb dat daarin juist ook heel veel gedacht van dat moet eruit of dat wil ik niet. En ik heb me heel erg laten leiden door spontaniteit van eigenlijk de personages en het grotere verhaal. Ik had wel allerlei grote vragen daarover. Het is niet zo dat ik zou willen beweren dat ik die niet heb of dat ik geen visie heb. Veel gaat bij mij ook over vrijheid en in hoeverre kan een mens werkelijk kiezen, bijvoorbeeld. Wacht, help me even. Wat was je vraag? Of je bijvoorbeeld een filosofische roman schrijft, dat er dan thema's zijn waar je mee bezig bent die toch uitermate filosofisch blijken te zijn. Wat ik zelf bijzonder vond toen ik de recensies las over Houtrot, was dat juist de filosofische terzijdes werden genoemd, omdat ik me toen realiseerde van, oh, het is het inderdaad de filosoof zit in de stilte, zit in als het een huis is, weet je, misschien in de tekening van het huis die je dus niet ziet, of in het daglicht door de ramen of zo. Het is iets wat er dus terloops doorheen gaat. En dat is ook iets wat ik heel erg mooi vind in andere romans. Pik jij ze er altijd uit? Als je een roman leest, denk je dan, oh, dit is iemand die niet Nederlands gestudeerd heeft of iets, of kunstgeschiedenis, maar die heeft filosofie gestudeerd? Het is zo dat eigenlijk naar de aanloop van dit programma, en jij stelde me de vraag van schrijven filosofen andere romans dan Neerlandici, dat ik me ging realiseren van, goh, ik dit is ook deel van mijn kunstvisie. Ik vind het niet zo belangrijk om me op de schrijver of de kunstenaar te richten. Dus ik ben echt niet bezig wat iemand gestudeerd heeft. Maar toen ik er goed naar ging kijken, dacht ik, ja, ik hou van heel erg veel, maar de dingen... Ik hou ook dus echt van de grote greep van de kathedralen, zeg maar, in de romankunst. En ik dacht van, verdomd, toen ik het opzocht, mijn 10 lievelingsschrijvers zijn eigenlijk allemaal bijna filosoof. Dus dat vond ik een mooie realisatie. Heb je idee hoe dat komt? Wie zijn het? Wie zijn het? Het is sowieso Tolstoj, Kundera. Tenminste, dat was echt een van mijn eerste. Van, wauw, dit kan gewoon. Simone de Beauvoir bijvoorbeeld. Ik vind het boek van Ayn Rand heel goed. Ik vind Thomas Mann ontzettend goed. Ik vind George Steinbeck heel goed. Ik hou van die... Nou, ik ben dus nu op dit moment bijvoorbeeld George Eliot aan het lezen van Middlemarch. Ik ben pas op pagina 10. En ik heb het idee van... Ik heb voor het eerst, denk ik, in 20 jaar na Oorlog en Vrede... Het idee dat ik een gelijksoortig werk van dezelfde kwaliteit, veel te vroege conclusie, heb gevonden. En toen ging ik meer over haar uitzoeken. Toen zag ik ook van, dit is een filosoof. Boeiend, ja. Heb je er een verklaring voor? Oh. Zijn het ander, is het toch onbewust minder het verhaal, maar de dingen eronder? Nou, ik denk inderdaad dat het wezen van filosofie en van de romankunst en ook zelfs van religie hetzelfde is. Het bevragen van wat we hier doen, wie we zijn, wat we zijn, of er meer is, of er, nou ja, goed en kwaad, et cetera. Die vragen onderliggen en worden anders beantwoord met een ander perspectief of verhouding. Maar dat is wat ik wil weten. Waarom, ja. Wat voor mij dus, wat mij drijft. Dus ja, ik vind het eigenlijk heel logisch, ja. Mijn vertrekpunt was, toen ik na ging denken over deze kwestie, dat voor mijn gevoel er steeds meer, in ieder geval in de Nederlandstalige literatuur, steeds meer schrijvers zijn die als achtergrond filosofie gestudeerd hebben en romans gaan schrijven. Terwijl je vroeger heel vaak las in hun biografieën dat ze Nederlandse taal en letterkunde gestudeerd hadden. Dus vandaar die vraag. Ik heb daar, het zou kunnen. Relatief weinig Nederlands literatuur. Nou, ik heb natuurlijk genoeg Nederlands literatuur gelezen, maar ik ben inderdaad in principe gewoon
wereldburger als lezer, vind ik. Dat ik dat mag zijn. En ik, maar ik neem dat niet precies waar. Ik weet het niet. Ik heb er wel een visie over. Ik denk dat er, laten we zeggen, in het romantische idee van de kunstenaar, laten we zeggen, de mythe van de kunstenaar, dat er eigenlijk drie kunstvisies zijn. En dat, of dat je die kunt bespeuren, die tendens. En dat het idee van de authentieke kunstenaar, het genie, wat zijn individuele expressie geeft. Ja, best wel naar de voorgrond is geschoven. Dus de autobiografie of het idee van dat we willen weten wat dan precies echt is in een boek, bijvoorbeeld. De andere is meer ook verbonden met de werkelijkheid of iets buiten de roman zelf. Namelijk het idee bijvoorbeeld van er gebeurt iets in de wereld en daar schrijf ik dan een roman over. Dus bijna een soort journalistiek, casuïstiek, wordt een roman of non-fictie. En het derde is degene die ik zelf heel prettig vind om meer naar te kijken. Dat is het idee dat je verbonden bent. Dat het een vak is, dat het een traditie is, dat er eindeloos veel verhalen zijn. En dat je dus als kunstenaar eigenlijk niet zo toe doet. En dat, als ik bijvoorbeeld denk aan Shakespeare, dan doet het er niet toe dat hij in 1600 het had over Denemarken of Schotland. En ook niet wat zijn precieze leven was. Dan gaat het over de grote universele dingen die hij zegt en bevraagt. En die we nog steeds herkennen, zeg maar. En dat vind ik machtig. En natuurlijk kan je nooit weten of je dat doet en of jou dat lukt. Maar het is wel hetgeen waar ik het voor doe. Of waar, als ik het een ander zie, die grote poging. Ja, dat vind ik mooi. En daar zit, denk ik, als je het dan hebt over de kathedraal, ook vaker wellicht de filosofische schakeringen in. En wat van deze gedachten over literatuur draag jij over op je student op de schrijversvakschool? Goeie vraag. Ik probeer altijd mijn studenten duidelijk te maken dat ik dus hoop dat ze niet te veel bezig zijn met de vraag hoe origineel ben ik? Is het meteen geweldig? Ik wil eigenlijk ze meegeven op een heleboel manieren. A, dat het een vak is. Dus dat er een heleboel wetten aan een verhaal zijn. En dat klinkt misschien onromantisch, maar het is juist heel bevrijdend om het zo te zien. Want wat er dan gebeurt, en dat is wat ik zelf ook heb ervaren, is enerzijds, als je gaat schrijven, is er dus spontaniteit en zijn er de personages zelf. Dus dat is er ook zeker. Maar tegelijkertijd is er een punt waarop het verhaal het overneemt en het verhaal veel belangrijker is dan jij. En dat is, vind ik, de magie van het schrijven. Dat jij zelf eigenlijk verdwijnt achter iets wat ontstaat. Komt dat aan bij? Ik denk dat ik hele. Ik denk dat ik hele goede methodes heb om uit te leggen hoe een verhaal werkt. Of hoe een verhaal kan werken. Mm-hmm. Of om het te duiden van waarom iets raakt. En hoe de empathie werkt voor een lezer, et cetera. Ik denk dat ik dat wel kan overbrengen. Ja. Soms merk ik wel dat ik behoorlijk bevlogen ben. En of dat altijd fijn is, weet ik niet. Voor studenten. Jawel. Dit is één kant, hè, van het verhaal van Camus. In beelden, de mensen denken in beelden. En misschien moet er, als je echt filosoof wil zijn, moet je roman schrijven. Ja. Hans Achterhuis haalt in zijn boek Ik wil begrijpen, waar Roeland straks met me over gaat praten, ook aan het belang van romans om jezelf als mens helder te krijgen waar bepaalde kwesties over gaan. En dan gaat het niet per se over romans van filosofen. Ja. Gaat het ook niet over de platte verhaaltjes, denk ik. Maar loopt dat parallel? Ik denk dat het bijzondere aan de roman is, of aan de literatuur, dat het de enige kunstvorm is waarbij je echt in een ander zijn denkwereld of gevoelswereld kan. Dus ja, ik herken het. Als je een probleem hebt, of ja, als je met iets speelt, dan kan je daar inderdaad religie voor raadplegen. Je kan er van alles over lezen of het proberen te begrijpen. Maar soms, ik had dat in ieder geval laatst met iets waar ik al jaren mee kampte, dat ik een boek las waarin iemand iets deed
die ging naar een ander toe en die nam, laten we zeggen, wraak. En die deed iets wat ik mezelf niet zou toestaan. Ik dacht van, wauw, dat zou ik niet durven. En het was dus ook donkerder. En ik denk dat... En ik merkte dat ik daar enorm bij moest huilen. En dat is dan eigenlijk zo louterend. En dat is de werking, denk ik, van literatuur vaak. Dat het troost zit in dat je iets kan beleven. Of iets laten we zeggen, waarom is Medea... Heeft dat al die jaren overleefd. Dat dingen waar je je moeilijk toe kan verhouden in jezelf... dat iemand dat durft of doet. Merk je dat ook tijdens het schrijven van je eigen romans? Dat je jezelf verbaast via je personages? Ik ben sowieso als schrijver veel brutaler en vreder en harder en wilder, zeg maar, dan dat ik als mens probeer ik altijd wat voorzichtiger te zijn. Dus dat voelt heel lekker. Dus het is inderdaad echt een fysieke lol die ik heb. Ja. Maar heeft de kinderarts of de schilder je uitgedaagd om iets te vinden, te voelen? Het is denk ik dat ik, en dat vind ik ook belangrijk... Dat is ook echt iets wat ik graag zou willen overbrengen. Maar dat... het is het me kunnen verhouden dat alles er mag zijn. Dus dat het grootste leed er is en dat er schoonheid naartoe kan. Dat vind ik... alsof ik een hele grote ruimte creëer... waarin er van alles plaats kan vinden. En daarom hou ik denk ik ook van contrast. En daarom schrijf ik denk ik ook bijvoorbeeld een mannenmaal... waarin ik inderdaad een liefdesverhaal schrijf... van een vrouw die alles wil. En die mannen willen ook alles, maar in iets anders. Zij willen het in de liefde, de ander wil het in de kunst... en de ander wil een goed mens zijn. Het zijn eigenlijk alle drie romantische. En in het elkaar tegenkomen wordt het een machtsspel, zou je kunnen zeggen. Maar ik zou niet graag, of ik ga dan vanzelf... als ik over die liefde schrijf, moet ik ook over de dood schrijven. Dus dat is dan... Dat geeft me een grotere spanning en daarbinnen kan ik dan meer tonen, gevoelsmatig. Nog even tot slot terug naar Camus. Kan een filosoof ook te ver gaan in het schrijven van romans, zodat alles doodslaat? Zodat het de roman het voertuig is voor een idee, maar niet nou, als verhaal? Daar ga je inderdaad al uit van dat een filosoof een roman gaat schrijven. En daar geloof ik dus niet op die manier in. Ik geloof absoluut niet in dat een soort abstract idee dan uitgewerkt wordt in een roman. Ik geloof echt dat iets wezenlijks anders is. Kan wel in één persoon plaatsvinden. Maar dan is het een alchemie van dat verhaal. Dus zelfs bijvoorbeeld bij Kundera, die behoorlijk vrijzinnig filosofie behandelt, dan wordt het nog steeds binnen de esthetische wetten van die roman iets anders. En bijvoorbeeld Iris Murdoch, wat ook een bekende romancier en behoorlijk goede filosoof was, die was daar heel streng in. Je merkt bij haar nog relatief weinig dat ze filosoof is. Maar zij zei, ik had nog liever wat geweten van zeilboten dan van filosofie. Weet je, ze overdrijft. Ik vind dus dat zij te streng is. Maar ze de filosoof laat ik thuis als ik een roman schrijf. Ik ben daar, dat vind ik overdreven. Maar mag ik nog één? Ja, zeker. Ja. Als ik jou nou zo hoor praten, denk ik, ja, je bent schrijver, ik ga je romans lezen. Maar ik denk, ja, ik hoor ook een filosoof, zo genuanceerd. Is er nou niet een groot filosoof hier aan deze tafel verloren gaan die romans is gaan schrijven? Dat gaan we ontdekken, want ik moet zeggen dat ik inderdaad de liefde die echt, wat ik zei, mijn eerste liefde was... dat ik die nu weer terugkrijg. Ik heb gewoon al die andere delen van mezelf moeten openen... door dat andere even af te sluiten. En ik merk nu wel weer van, oh, heerlijk. Ja. Dus misschien ga je toch nog eens een filosofisch boek schrijven. Nou, waar ik nu aan denk, ik wil wel heel graag essays gaan schrijven. Ja. Ja. Nou, ik kijk ernaar uit. Goed. Dankjewel, Rinske. Ik ga nu wel op tijd op het knopje drukken, want het is toch niet zo heel moeilijk om op een knopje te drukken. Hans Achterhuis is misschien wel een van de bekendste filosofen van Nederland. En hij publiceert al meer dan 50 jaar over sociale en politieke vraagstukken. Hij schreef boeken en artikelen over welzijnswerk, ontwikkelingssamenwerking, schaarste, technologie, macht, geweld en utopieën.
Als publieksfilosoof mengt hij zich regelmatig in de maatschappelijke discussies en hij schrijft artikelen voor kranten en Filosofie Magazine. Bovendien was hij de eerste denker des vaderlands. En volgens mij wordt vandaag de nieuwe denker des vaderlands geïnstalleerd. Marjan Slot? Nee, overmorgen. Overmorgen. Nou, nog steeds niet. Het bijzondere aan Achterhuis is dat hij geen filosofenfilosofie bedrijft. Niet schrijft over andere filosofen, maar zelf het denken over belangrijke thema's probeert verder te voeren. Zijn werk is dus thematisch en niet biografisch. Toch gaat zijn laatste boek wel van kaft tot kaft over een filosoof. De titel van het boek, Ik wil begrijpen, de onbekende Hannah Arendt. Maar dit is dan ook geen gewoon filosofieboek. Het is een ode, of sterker nog, een liefdesverklaring aan een van de belangrijkste filosofen van de 20e eeuw, Hannah Arendt. Hans Achterhuis, mag ik u uitnodigen om aan tafel te komen zitten? Ja. Dank u. Even een blogje maken. Ja hoor, ik ben er, dankjewel. Pas op voor het tafelkleed, want ik ben er al over gestruikeld. Oh, oké. Nou, beste Hans, welkom. Kan ik het met deze dingen doen? Ja, dit werkt. Okay. Ja. Welkom. Laat ik eerst even een klein stukje uit mijn geschiedenis memoreren, want dat is toch dat, ik weet niet of ik je daar genoeg voor bedankt heb. 31 jaar geleden startte ik dit blaadje, Filosofie Magazine. En om dat te starten dacht ik, nou dan ga ik alle bekende hoogleraren in Nederland vragen of zij dit willen ondersteunen. En jij was een van de eerste die meteen zei, ja dat moet er gewoon komen. En nam zitting in het comité van aanbeveling en heb sindsdien ook heel vaak in het bad geschreven. En ik weet nog hoe blij ik toen was. De grote Hans Achterhuis was aan boord, riep ik toen in het kraakpand waar dat bad is ontstaan. En eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik toen nog nooit een boek van je gelezen had, maar dat heb ik ingehaald. Kijk, okay. Dit zijn allemaal boeken uit mijn boekenkast en die heb ik allemaal gelezen van jou. Even kort over jouw werk. In de intro vertelde Lilian dat al, je bent geen filosoof. En dat volgens mij een term van W.F. Hermans, die kritiseerde de Nederlandse filosofen die altijd maar schreven over... Weer een boek over Plato, of weer een boek over Kant, of weer een boek, maar nooit met eigen ideeën kwamen. En jij bent eigenlijk als een van de eerste filosofen in Nederland, begon je wel met gewoon thematische boeken te schrijven en artikelen te schrijven, hè, over welzijn en over technologie. En dat was eigenlijk in jouw tijd, hè, vanaf begin jaren 70, heel uniek. Toen nog wel, ja. Ja, dat je dat zo aanbod. Je was een van de eerste daarin. Hoe durfde je dat? Want dat was helemaal niet het klimaat van de filosofie in Nederland. Nee, maar het was al van meet af aan... Ja, de naam is nu toch al gevallen. Camus speelde een belangrijke rol. Ik ben gepromoveerd op Camus. Camus was romancier, journalist, filosoof. Ja, die romancier ben ik nooit geworden, maar de journalistieke kant heb ik wel gedaan. En die was toch mijn grote inspiratie in het begin in elk geval. En daarna komt dus de Hannah Arendt, die nu op het kafje van mijn boek staat. Ja, maar werd dat toen geaccepteerd, hè? Van jij schreef dus niet van... Nee. Je bent gepromoveerd op Camus, maar daarna ben je gewoon thematisch meteen te werk gegaan. Ja, dat was toen helemaal niet aan de orde bijna. Ook toen ik, dankzij Hannah Arendt, die ook journalistiek natuurlijk, haar Eichmann-verhalen, zoiets in nood had gedaan, daarmee kwam. Dat werd door mijn collega's in elk geval nauwelijks gepruimd. Ik heb toen echt heel veel via een omweg moeten doen, via de sociale wetenschappen, dus groepen die ik gaf. Want filosofen in mijn eigen faculteit deden dit nog niet. Ja. Maar dat is allemaal veranderd hoor, laten we even eerlijk zijn. Ja, maar je bent daar ook heel succesvol in geworden. Je hebt daar een grote naam in gekregen. Dat had je toen dus helemaal niet kunnen denken. Dus je hebt ook een soort risico genomen om... Je had ook helemaal in de marges kunnen blijven. Maar dat was toch... Ik heb een bepaalde, zeg maar in elk geval, gevoeligheid voor thema's. En zeker. Ik pikte wel, dankzij mijn studenten ook, dus die thema's op. Ik bedoel, mijn boek over het welzijnswerk... Dat heb ik altijd eerlijk gezegd, heb ik te danken toch aan heel veel studenten, part-time studenten die in het welzijnswerk zaten, die met vragen kwamen. Dus dat was echt een thema wat speelde. En dat gold voor al mijn latere boeken ook hoor. Ik kom uit de ontwikkelingssector, dus ja, mijn vragen rondom Fanon, Illich kwamen allemaal dus ook voor mezelf naar voren. En ja, lukt ook wel in elk geval. Je had dus ook een hele goede neus voor...
Ja, dat zeggen ze, ja. Voor de thema's. Of ja. voor de... Niet altijd hoor, maar in elk geval die thema's, ja. Ja, ja. Maar goed, in jouw kielzorg met al jouw promovendi, en er zijn heel veel mensen zijn dat na gaan doen, ben je eigenlijk gewoon verantwoordelijk voor een hele nieuwe generatie van filosofen in Nederland. Ben je daarvoor wel eens bedankt? Ja, ik ben onder andere bedankt door, haar naam is al genoemd, door Mali Haier. Toen Mali dus de eerste leerstoel publieksfilosofie in Rotterdam ging doen, heeft ze uitdrukkelijk gezegd van mijn grote voorbeeld, Hans Achterhuis enzovoort. Ze is mijn promovenda ook en zo. Dus, ja. Nee, ik ben het wel. Is niet ik heb niet te klagen over... Ja. Even los van dit boek, hè, van die thematische boeken, want dit is niet een thematisch boek. Dus het is wel een thematisch ja, boek. Maar ook, ja, maar het is ook echt over één filosoof. Hè. Van ja. Deze, welke is jou het meest dierbaar van jouw boeken? Het boek wat je daar niet hebt liggen is mij het meest dierbaar. Ja. Het boek over geweld. Ja, ja ik heb het tweede boek ja, over geweld. Ja, dat is een religie en geweld gaat ja. Het in feite dus. Ja. Maar dat waren en waarom dat boek? Dat waren mijn grote vragen waar ik mee zat... na 9-11, na de moord op Pim Fortuyn, als een toch redelijk net geweldloos jongeman, van hoe kan ik dat geweld begrijpen, wat plotseling overal ter wereld zich manifesteert. En ja, toen ben ik dus ondergedoken in het thema van het geweld, terwijl dat eigenlijk niet mocht, want ik was aangesteld als hoogleraar techniekfilosofie ja. In Enschede aan de universiteit. Maar ik moest gewoon die antwoorden hebben over geweld. Dus dat boek is mij echt nog zeer, zeer dierbaar. Ook moet ik heel eerlijk zeggen, er zit iemand in de zaal die erbij betrokken is. Tijn Boon van Lemnes Kaat. Het boek werd dus eerst door de uitgever geweigerd. Vond niks. Ik had er dus 3 jaar aan gewerkt, in overleg enzovoort. En dan zei ik, ja Hans, nou moet je toch kijken hoe geweld bij dieren speelt. Hoe sociologen naar geweld kijken, hoe biologen naar geweld kijken. Ik zei, hallo, het is een boek van 500 pagina's. Dat zie ik niet meer niet doen. En nou, dan kunnen we het niet uitgeven. En toen heeft Lemnes Kaat het wel uitgegeven. En kreeg ik de Socrates Visselbeker voor het boek. En werd ik door die andere uitgever gefeliciteerd dus met het mooie boek wat ik had geschreven. Ja, nou ja, prachtig, prachtig. Dus ja. Dat is mijn meest dierbare boek. Ja. Vanwege ook de spanningen van, ben ik nog helemaal gek, dat het boek geweigerd wordt enzovoort. Ja. En dank daarvoor, daarna, van dat het geaccepteerd werd en dat het erkend werd, ja. Ja. We gaan naar dit boek. Dit is dus, ik zit dus helemaal fout als ik zeg, dit gaat over een filosoof. Ja, natuurlijk gaat het over een filosoof. Ja. Maar tegelijkertijd is het een discussie met Hannah Arendt. En dat hebben mensen veel te weinig opgemerkt. Eigenlijk in elk hoofdstuk ga ik met haar in discussie, ben ik het met haar op bepaalde punten oneens. Probeer ik zelf te begrijpen aan de hand van wat zij zegt, dus in elk geval. Dus het is geen lofzang op Hannah Arendt of zoiets. Maar het is inderdaad een boek, dankzij Hannah Arendt, anders had ik het nooit kunnen schrijven. Maar de thema's zijn ook mijn thema's en zijn de thema's van Arendt. En daar ga ik met haar over in discussie. Ja. Dus daarom is het meer dan alleen maar een boek. Het is niet alleen een hommage natuurlijk. Nee, het is ook echt een filosofisch boek. Maar het is wel een enorme bevalling geweest. In dit boek staat... Merkte Lilian op, deze heb ik niet gelezen, dat je in 2011 er al mee bezig was. Ja. Dus het is in ieder geval 11 jaar, misschien wel langer. Hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Ik ben hier echt mee bezig geweest. Eigenlijk sinds ik op Camus gepromoveerd was, heb ik Arendt ontdekt. Ja. Er was toen niemand die tegen mij zei, Hannah Arendt en Camus kennen elkaar en zijn redelijk met dezelfde thematiek bezig. Nee, want Hannah Arendt was totaal onbekend. En langzaam heb ik haar dus leren kennen. En eigenlijk ben ik dus met dit boek, kan je zeggen, 50 jaar bezig. Maar echt gaan schrijven? Nou, echt gaan schrijven? Nou, ik vertel in het inleiding van hoe het boek tot stand is gekomen. Ik had het inderdaad beloofd, zoals Lilian zegt, dat ga ik een keer doen, het grote Arendt-boek. Nou, vergeet het maar. Want er kwamen steeds nieuwe Arendt-boeken uit. En ik dacht, daar moet ik ook weer mee. En tot op een gegeven moment, mijn uitgever weer in dit geval, mij belde en zei, Hans, jij wordt 80. En dan moet het boeken zijn. Ik zei, nou, dat haal ik helemaal niet voor die 80ste verjaardag. Als jij 80 bent, geven we jouw boek uit. Ja. Ik ben er zeer dankbaar voor, want het was anders nooit uitgekomen. Ik was blijven schrijven natuurlijk. Ik heb allerlei stukken gebruikt die ik in het verleden had geschreven, ook in het boek over geweld. Eigenlijk kwam ze steeds in mijn boeken terug.
En die heb ik in elk geval met nieuwe stukken erbij, dus in dit boek gebracht. Ja. En dus het kwam in september vorig jaar uit. En je bent ook in september 80 geworden. Maar je zegt ook van, ja, je zegt ook, ja, maar er zijn een aantal hoofdstukken, daar heb ik geen tijd meer voor gehad. Vrije wil, oordeelsvermogen, vriendschap. Komen die nog in voor een tweede? Ik heb geen idee. Ik durf het bijna niet te beloven. Hier voor de zaal ook niet. Het zou kunnen dat ik nog ga schrijven over de metafysica van Hannah Arendt. Maar dan ben ik echt filosofisch bezig dus. Ja. Haar grote boek Het leven van de geest. Het gekke is namelijk dat Hannah Arendt van meet af aan als vrouw niet werd gewaardeerd. Ik heb echt collega's gehad. Ik zal geen namen noemen. Die zeiden, ja, maar een vrouw die filosofie doet, 15 jaar geleden, dat kan toch helemaal niet. En inderdaad, op de faculteit was geen vrouw die inderdaad als filosoof bekend was. Nu is zij aanvaard als misschien de belangrijkste politieke denkster van de afgelopen eeuw. Maar men vergeet dat zij ook een metafysica heeft geschreven, Het leven van de geest. En als ik kijk naar de grote werken over metafysica, heel mooi boek hoor, van de Nijmeegse hoogleraar Metafysica van der Heijden, die noemt in zijn boek alleen maar mannen. Twee keer wordt Hannah Arendt genoemd als vrouw, maar als politieke filosoof. Maar ze komt nergens als iemand die ook metafysica bedrijft aan bod. Terwijl ik denk, haar metafysica, en het gaat dus over denken, wordt dus genoemd al door de twee voorgangers. Het gaat over willen, het gaat over oordelen. En die thematiek, die ga ik in elk geval doen in een cursus die ik ga geven. Of ik dat nog ooit met schrijven zal lukken, weet ik ook niet hoor. Maar ja, laat ik het maar even beloven hier. Ja, goed. Nou, dan wachten we daarop. Je zei net al dat Arendt, toen jij begon, jaren 60, 70, ja, je werd niet voor vol aangezien toen je met haar bezig wilde houden. Maar jij hield je toen met Camus bezig. Dat was ook niet een academisch filosoof. Je hield je met Illich bezig. Die zwierf over de hele wereld. Die is nou een beetje vergeten, maar dat was iemand die schreef over de derde wereld. Ontwikkelingsfilosofie en ook tegen het onderwijs, gezondheidszorg. Maar ook niet, dat waren ook een beetje marginale denkers. Daar kon Arendt dan toch wel bij. Dus waarom mochten die wel? Ja, ik denk dus toch, dat klinkt dus heel stom, ik zit hier een man nog achter de tafel. Maar omdat ze een vrouw was, dat is me echt regelrecht gezegd. Ja. Wij geven geen onderwijs over vrouwen. Ik ken geen filosofische dames. Ja. En nu, Simone is al genoemd, de Beauvoir natuurlijk toch. Ayn Rand is ook al genoemd. Hannah Arendt. En dat moet je dus enorm goed doen. Kijk, toen ik in de jaren 80 filosofie studeerde, waren er gewoon colleges over Arendt. En er zijn mensen ook in mijn jaren afgestudeerd op Arendt. Dus 20 jaar later was dat al helemaal veranderd. Ja. Dat moet je enorm goed doen, dat er nu dat nu helemaal doorbroken is en dat zij nu zo belangrijk is. Dat doet mij ontzettend goed. Tegelijkertijd, dat klinkt weer heel gek, erger ik me ook aan het feit dat iedereen nu plotseling met de meest gekke dingen Arendt citeert. Je kunt geen krant openslaan of Hannah Arendt komt weer naar voren. En dan denk ik, ja hallo, lees haar ook. En dat gebeurt dus bitter weinig dus. Als ik kijk hoe zij voor allerlei, ik noem het buikspreken, hè? Mensen laten hun eigen oordelen zeggen. En Hannah Arendt heeft ook gezegd. En dan komt er dus, en dan is het overtuigend. Daar ben ik niet zo gelukkig mee dus. Omdat ik het ook lang niet altijd met haar eens ben. Ik bedoel, je moet haar heel serieus nemen met haar in discussie gaan. En niet gewoon roepen, Arendt zegt het dus, enzovoort. Ja. Maar goed, in principe ben ik het blij mee. Dus het wordt nou een beetje als een godin neergezet, of een beetje bewierookt. Je kunt echt, er komt een nieuwe vertaling uit van de 5 belangrijkste essays die bij elkaar zijn verschenen. Ik wilde die recenseren. En dan reageert de kranten, Hannah Arendt, daar hebben we nu genoeg van. Dat gaan we niet meer doen. Ja, ja. waarom moeten we haar lezen? Wat zou je dat kort kunnen pitchen in de 2 minuten? Waarom moeten we haar blijven lezen? Je moet haar blijven lezen, om de manier waarop ze over politiek schrijft. De pluraliteit waarin mensen handelen. De manier waarop mensen oordelen vormen door oordelen van anderen over te nemen en zichzelf te verwerken. Maar B vooral, denk ik, en dat is wat mij betreft die onbekende Hannah Arendt, je moet haar ook lezen om onze eigen geschiedenis van imperialisme en kolonialisme eigenlijk te onderkennen. Dat is een boek van haar, het tweede deel van haar grote boek over totalitarisme. Gaat over imperialisme. Dat is net vertaald in het Nederlands, maar het werd helemaal niet vertaald en werd helemaal niet becommentarieerd. Als je dat leest, dan, en ik heb het eigenlijk verbonden met iemand die trouwens op dit moment aan het Hannah Arendt Instituut werkzaam is, David van Rijbroek.
Ik heb met David een rijboek en zijn grote boeken over Indonesië en over de Congo verbonden. En dan zie je hoe Arendt inderdaad over het imperialisme nadenkt. En zegt van, daar worden wij nog steeds door bepaald. En het fascisme en onze binnenlandse politiek zijn deels getekend door de manier waarop wij ons buitenlands hebben gedragen. Maar in dat hoofdstuk verdedig je haar heel erg, omdat zij het verwijt vaak krijgen om eurocentristisch te zijn. Om niet verder te denken dan de haar zijn de Joods-christelijke Griekse. Maar ze zegt tegelijkertijd dus, het kolonialisme heeft een soort boemerang-effect, omdat wij daar alles maar ons konden veroorloven. En haar grote voorbeeld is, ook het grote voorbeeld van Hitler trouwens, is Namibië. 95% van de herero's uitgeroeid, zonder enige protest verder. En dan, Hitler zegt letterlijk, oh, maar dat kan dus hier ook. Als het daar kon, waarom zou het hier niet kunnen in Europa? En dat boemerang-effect is volgens mij ontzettend belangrijk om onze eigen geschiedenis te begrijpen, maar ook, hoe stom het ook klinkt, om te begrijpen wat op dit moment gebeurt in Oekraïne. En draagt zij, is zij dan juist belangrijk omdat ze een denkmethode aandraagt? Ja, omdat ze dus eigenlijk de kritiek op de eigen samenleving, die in dat totalitarismeboek natuurlijk centraal staat, die is verbonden met de manier waarop wij ons buitenlands hebben gedragen. En een mooi voorbeeld is eigenlijk Poetin, denk ik, op dit moment. Vanuit Arendt kun je duidelijk maken waarom Poetin niet zegt dat er een oorlog plaatsvindt in Oekraïne. Het is gewoon eigenlijk een militaire operatie tegen je eigen mensen die zo dom zijn om niet te begrijpen hoe ze ook slaven zijn. Dat is Hannah Arendt schrijft uitvoerig over dus. Een oorlog voer je tegen vijanden. Maar dit zijn geen vijanden. Dit zijn verdorven mensen vanuit eigen land eigenlijk dus die je aanpakt. En Arendt beschrijft het uitvoerig. En dat was wat er gebeurde in Indonesië, in India, in de Congo enzovoort. En door Hitler. En daarna dus inderdaad hier door Hitler, ja. Ja, ja. Ja, dus met Arendt kun je dit in elk geval ook begrijpen. Kun je Oekraïne te lijf. Ja. Ja, maar dat is dan toch een beetje buikspreken, of niet? Ik denk het dus niet, omdat ik dus duidelijk dat deel over imperialisme van haar gebruik om dit te begrijpen. Ja. Het is niet buikspreken. Tegelijkertijd erken ik meteen dat Arendt eurocentrisch was. Trouwens, wie was dat niet in die tijd? Ja. En dat ze dus weinig zicht heeft toen ze in Amerika kwam. Dat ze heel positief dacht over de Verenigde Staten. Wat in de loop van haar leven behoorlijk veranderde. Maar aanvankelijk had ze heel weinig oog voor wat daar gebeurd was. Rondom inderdaad de verovering van Amerika. En de slavernij, die komt er in een boek met 2-3 voetnoten af. Maar tegen het eind van haar leven was dat veranderd hoor. Maar ik bedoel, dan zie je duidelijk een verandering. Ja. Het boek heet De Onbekende, Hannah Arendt. Je schetst ook in je boek, in het eerste stuk, hoe zij diepgaand door drie denkers, drie mannen waar ze ook een relatie mee had, is beïnvloed. Heidegger als student en iets daarna ene Günther Anders, dat was haar eerste man, en ook haar tweede man Heinrich Blücher. En je zegt dat ze haar waarheidsbegrip waarschijnlijk in gesprekken met Anders, wat een filosoof, maar ook een romancier was, heeft ontwikkeld in de gesprekken met elkaar. Dat is eigenlijk een heel mooi romantisch verhaal. Maar je schrijft dan bijvoorbeeld, de bedoeling van Arendt is duidelijk. Absolute waarheid vernietigt het gesprek van de burgers over hun meningen. Dus dat is wat de uitkomst van die gesprekken met die Anders. Ik had dat nog nooit gelezen, dus dat vond ik heel erg verrassend. Dat lijkt me een krachtig verhaal. Maar toch heb je daar kritiek op, dat waarheidsbegrip van Hannah Arendt. En dat snapte ik niet helemaal. Arendt zegt, en ik ben het met haar eens op dat punt, maar dat heeft ze volgens mij aan haar eerste man te danken voor een deel. Waarheid is geen concept wat je gebruikt in de politiek. In de politiek gaat het over oordelen die je namens jezelf en namens mensen om je heen, dus over feiten. Feitelijke waarheden bestaan natuurlijk wel, dat is duidelijk, hè? Maar feitelijke waarheden zijn niet beslissend om te zeggen, zo moet je politiek optreden. Dus eigenlijk, en ik vind haar een beetje, ja, dat is weer kritiek op haar, te rechtlijnig als ze zegt, dus waarheid heeft geen plaats in de politiek, omdat wij allemaal, als we met elkaar praten, toch het woord waarheid al heel gauw laten vallen. En dan bedoelen we niet, als we zeggen van, die en die partij heeft de waarheid, dat die feitelijke waarheden spreken. Dus waarheid is een begrip, ja, wat 6-7 verschillende kanten, denk ik, heeft. En zij wil het eigenlijk beperken. En dat zie je bij haar gebeuren.
Ze schreef elke dag een dagboek. En dat dagboek ging over haar denken. Er staat één keer dus een feitelijke uitspraak in... als haar man is overleden. Hij is dood. Heinrich. En maar verder denkt ze... en dat denkproces van haar herneemt ze steeds. Dus je leest, laten we zeggen, 4, 5 april. Dan is dat oefenen van wat ze gaat schrijven over bepaalde dingen. Arbeid, werken, handelen. Komt heel veel als thema terug. Dan zie je dus een maand later dat ze het herneemt. En dat ze het weer verandert. En dat ze dus weer op nieuwe ideeën komt. En dat moet langzaam doorgaan voordat het echt in haar boeken komt. En dat zijn 1000 pagina's denktagenboek die ze heeft bijgehouden. En aan het eind, als ze over waarheid schrijft, dan schrijft ze alleen nog maar over feitelijke waarheid. Dat is voor haar dus de enige waarheid die ze wil erkennen. Maar nogmaals, dat is geen politiek beslissende waarheid, want daar moet je iets mee doen. Het mooie voorbeeld wat ze altijd geeft, is het begin van de Eerste Wereldoorlog. Niet het begin, maar de Duitse inval in België. Discussie van wie is verantwoordelijk voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Een geweldige discussie over hoe slaapwandelend wij in die Eerste Wereldoorlog terecht zijn gekomen. En dan zegt Arendt, ja, als er gevraagd wordt, daar kan ik niet over beslissen. Maar ik weet wel dat er bepaalde waarheden zijn, namelijk, het is gewoon een feit dat Duitsland België is binnengevallen en België niet Duitsland. Daar moeten we wel even van uitgaan als we verder denken. Maar dan vergeet ze weer dus dat dat feit ook weer geïnterpreteerd moet worden. Want ik denk dat de Duitse generaal zou zeggen, dat was onze enige mogelijkheid, omdat de Fransen daar inderdaad te sterk waren in hun eigen land. We moesten die omweg via België maken. En dan krijg je dus de politieke interpretatie. Ja. Maar die waarheid blijft dus staan. Duitsland is België zonder oorlogsverklaring binnengevallen. Ja. En die moet je interpreteren. En dat is wat zij met de politiek dus wil. In een special over Hannah Arendt word je geïnterviewd. Daar zeg je in Arendts boeken... Arendts boeken geven geen antwoorden. Er staan geen waarheden in. Het zijn slechts pogingen om betekenis te geven aan haar leven en ervaringen. Maar ja. Het is toch niet een autobiografische filosoof? Nee, integendeel. Ja. Integendeel, want als er iemand was die haar privéruimte behoedde dus... En was het Hannah Arendt, dus dat is zeker niet. Maar dat is het, voor mij was dat heel belangrijk. En ik denk filosofisch is het heel belangrijk. In een analyse van Kant, de kritiek die Reine vernoemt, dus de eerste grote kritiek van Kant, laat zij zien dat Kant eigenlijk in plaats van, hij gebruikt nog het woord waarheid hoor, maar dat het hem gaat om betekenis die gecreëerd wordt in de geesteswetenschappen. Het gaat in de geesten, en daar ben ik diep van overtuigd, het gaat niet om waarheden, het gaat om betekenis die je geeft aan waarheden, die feitelijke waarheden die er zijn. En mijn mooie voorbeeld is altijd mijn toch beginstudie theologie hier in Utrecht. Ik had twee docenten die kerkgeschiedenis gaven. De ene liet de studenten werkelijk alle jaartallen uit hun hoofd leren. Daar was ik heel goed in, uit mijn hoofd leren. Dus voor het tentamen waar ik min of meer direct verslaagde, heel goed. Alleen ik had geen idee waar het concilie van Chalcedon over ging. God, mens, hoe dat zat. Ik had geen idee van Nicea 325. De jaartallen weet ik allemaal dus nog. waar het over ging. De andere hoogleraar die kerkgeschiedenis gaf, was Gilles Quispel. Quispel gaf college over het net ontdekte Thomas-evangelie. En hij gaf dus soms college over één enkele Jezus-tekst die daarin stond. En dan was hij dus 2 uur bezig over een tekst van zeg maar 12 regels of zoiets. Die vergeleek hij met evangelische uitspraken uit onze bekende evangeliën. En dan kreeg je bij hem een idee van, hé, ik begrijp de betekenis van teksten in een heel tijdperk. Terwijl ik bij die andere hoogleraar, hij heette Van Isterson, bij Van Isterson geen enkel idee had waar het over ging, maar wel de hele kerkgeschiedenis uit mijn hoofd kon opdreunen. Nou, de ene waren waarheden. Quispel liet zien wat de betekenis was van bepaalde uitspraken. En die opende dus een heel veld, voor ons als studenten in elk geval, om na te denken. En nogmaals, de waarheid is natuurlijk heel simpel. Er ligt een tekst,
maar die moet je interpreteren. En die interpretatie die kan nog steeds gaan verschuiven naarmate we weer meer vonden. Hij komt uit Nag Hammadi, dus die vondst van Thomas Evangelie. Als er andere teksten bij komen, verandert de tekst weer enzovoort. Nou, die betekenis, denk ik, staat centraal in de hele geesteswetenschap. We gaan weer even terug naar Arendt, want hoewel zij, net zoals Camus, met Augustinus allebei begonnen zijn, dus ook een beetje ze zijn allebei tijd. Op Augustinus gepromoveerd. Ze waren allebei, mag ik ook even zeggen, dus ja. Vreselijk is dat, maar allebei fanatieke rokers. En er zijn weinig foto's van Arendt of Camus dat ze niet met een sigaret in de hand zitten. Dat was toen, hè? Dat doen wij niet meer. Nee. Dat doen we niet meer. Je eindigt het boek met een lijst, een soort 10 geboden, maar dan zijn het er 20 van Hannah Arendt. Opgetekend door, even kijken, waar heb ik dat nou staan? Timothy Snyder in zijn On Tyranny. Een paar van die wetten gehoorzaam, niet bij voorbaat. Verdedig maatschappelijke instituties, voorkom een eenpartijstaat, zorg voor een privéleven. En de laatste, wees zo moedig als je maar kunt zijn. Welke spreekt jou het meeste aan? Oh, daar zou ik het allemaal voor moeten hebben. Dat privéleven spreekt me heel sterk aan dus. Omdat ik steeds meer ontdek, dat heeft ook te maken natuurlijk met de sociale media dus, hoe mensen onder druk komen te staan als er iets over hun privéleven bekend wordt gemaakt. Dat ze inderdaad zich niet meer vrij kunnen uiten enzovoort. En dan denk ik van het privéleven, probeer op allerlei manieren ook in onze digitale tijden dat te beschermen in elk geval. Maar ze spreken mij allemaal aan. Ja. Ik moest bedenken van wat kun je nou voor conclusies trekken uit Hannah Arendt, praktische conclusies. Nou, Timothy Snyder is de grote man van de geschiedenis van Oost-Europa en Rusland. En die heeft zo'n heel mooi klein boekje geschreven met 25 raadgevingen. Ook natuurlijk betrokken op Trump en weet ik wat allemaal. En waarbij hij dus een paar keer duidelijk zegt van dit heb ik van Hannah Arendt. Ik dacht, nou, laat ik ze maar even doorgeven. Ja, ja. We hadden kort een klein voorgesprekje. En je zei, ja, je begint niet weer over die verliefdheid, want daar heb je het natuurlijk over. Dus dat doe ik natuurlijk toch. Maar geweldig. Is zij nu de enige filosoof waar je dan, zeg maar, intellectueel op verliefd bent geweest? Of is dat alleen maar toebeschouwd aan vrouwen? Of heb je dat toch ook wel met een paar mannelijke denkers, zo dat soort sterke gevoelens? Ja, dat is denk ik in dit gesprek al duidelijk geworden, volgens mij. Ja. Als je in mijn studeerkamer komt, dan hangt er inderdaad een foto van Hannah Arendt die ik op een conferentie heb meegenomen. Maar er hangt ook een heel groot portret van Camus aan de andere kant. Ja. Hangt de foto van Camus die ik aan de Seine kocht in een stalletje. Dus die twee zijn er toch wel, daar hebben we het over gehad, die twee rokende filosofen. Ja. Nou, dat wou ik toch even vastgesteld hebben. Ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek, Hans. Oké. Okay. Blijf maar lekker zitten. Oké. Toch? Ja. Hoeland, de tips. Oh, moet ik meteen? Ja, ja. Dan lig je toch weer een beetje in het verlengde van een andere. Ja, dit is Hans Achterhuis heeft ook een prachtig boek over Goedzee geschreven. En heeft nu net ook een tekst hierover geschreven. Ja. Ik heb hem op de site geplaatst. Maar ik was zelf toevallig ook in dit boek begonnen. De Pool van Goedzee, vertaald, waar heb ik het? Nou, ik ben het even kwijt. Peter Bergsma. Een boek wat als er dames zijn die niet helemaal tevreden zijn over hun man, hoe hun man acteren in de liefde, geef ze dit boek. Want eigenlijk krijgen we met dit boek behoorlijk op ons kop. Het gaat over een 72-jarige Poolse pianist en die wordt verliefd op een nog geen 50-jarige Catalaanse schone die Beatrice of Beatrice heet. En hij wordt verliefd en zij denkt, wat moet ik daar nou mee? En al zijn pogingen zijn een beetje houterig en hoekig. En aan het eind van het boek ontdek je dat zij best wel geïnteresseerd was hierin, maar dat hij het een beetje laat afweten. Dus dit is eigenlijk een boek over lessen in de liefde voor mannen. Zo heb ik het gelezen. Dus, je kunt ook zeggen, pas op voor oudere mannen. Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Maar goed, pas op voor ouderen. Dat was mijn eerste tip. Maar geef het aan je man cadeau, zou ik zeggen. Ja. Ik mag het straks van hem lenen, dus dat zegt al wel iets, toch? Dank je wel. Ja, het is... Ik weet niet wat dat nu zegt, hoor, maar dat je dat zo gauw... En ik ben dus niet enthousiast over het boek. Ik ben een geweldige Goedzee-fan. Maar ik ben de enige, volgens mij. Want alle kanten krijgt het 4 en 5 sterren en weet ik wat allemaal. Het was voor het eerst dat ik iets van hem las en ik ben helemaal verkocht. Ja? Ja, ik voel het prachtig. Zie je wel, dat ligt dus toch aan mij dat ik de vragen stel als oude man misschien. Ik heb geen idee, maar het werd in Vlaanderen al gezegd, het boek van het jaar... Kreeg ik door vanuit Vlaanderen.
Ja, voor mij is dat het niet. Ja. Jouw tip. Mijn tip, mijn eerste tip. Shy. Tenminste, ik denk dat je het zo uit moet spreken. Alleen het is een eigen naam. Het vierde boek van Max Porter. Die naam maakte met Grief is the Thing with Feathers. En daarna een boek geschreven dat Lenny heette. En daarna een boek over de laatste uren van Francis Bacon. Allemaal romans. Dit is een roman die heel erg over geweld gaat. Het gaat over een jongen die in een tehuis zit en daar eigenlijk wel genoeg van heeft. En je zit in het hoofd van die jongen en hij ontsnapt aan 's nachts aan het tehuis. En hij heeft een tas vol stenen meegenomen. Dus nou ja, dan weet je eigenlijk al ongeveer waar het op uitkomt. Hij gaat naar het bos, hij gaat naar een vijver, omdat hij denkt, ik wil gewoon helemaal niet meer. Ja, het is eigenlijk een vrij letterlijke tekening en dat zou Max Porter toch eigenlijk heel raar vinden, want bij een van zijn vorige boeken vond hij de Amerikaanse cover van zijn boek te letterlijk. En wonderlijk genoeg komt hij twee dode dassen tegen bij die vijver en dan besluit hij toch om terug te keren naar dat tehuis waar hij zit. Hij begint die stenen te gooien naar het pand en hij krijgt ontzettend veel bijval van zijn medebewoners. En het is een soort bevrijdend iets, maar bij Max Porter gaat alles om de taal. Het gaat ook heel erg om de manier waarop de taal, de woorden in het boek gezet zijn. Dus er zijn vier lettertypes, er wordt minder dan bij Lenny gedanst over de pagina's, maar nou ja, wordt het in één keer weer heel anders. Oh, het is een ontzettende taalvirtuose schrijver. Hij schrijft tot nu toe kleine boeken. En dat is eigenlijk wel heel mooi. En hij was boekverkoper bij Daunt in Londen. Hij was daarna uitgever, redacteur. En nu is hij volgens mij gewoon schrijver geworden. Okay. Heel erg mooie, intieme, maar hele heftige boeken. Dank je wel. We hebben nog, hè? Kan nog net. Ja, dit is even een boek. Ik doe non-fictie. Ik lees het liefst zo breed mogelijk. Dit is een boek. Het heet Een immense wereld. Ed Yong, een Amerikaanse wetenschapsjournalist, vertaald door Menno Grootveld. En het gaat over zintuigen bij dieren en je weet niet wat je leest. Het is een fantastisch boek en elke bladzijde denk ik, wauw. Bijvoorbeeld, een gespleten tong bij een slang. Weten jullie hoe dat werkt? Nou, dat is eigenlijk een soort neus, werkt als een neus. En net zoals wij twee neusgaten hebben, wij mensen zijn niet zo goed in ruiken. Maar bijvoorbeeld een wolf, die ruikt een prooi. En als die prooi een beetje die kant op gaat, dan ruikt hij dat rechterneusgat het sterkste. Dus dan weet hij, ik moet die kant op, want wolven kunnen helemaal niet zo goed kijken. Mensen kunnen een van de beste kijken van alle beesten ter wereld, las ik hierin. En dat bij een slang ruikt die tong, dus daarom is die gespleten. Dus dan als die prooi die kant op gaat, dan ruikt die kant van die tong enzovoort. Nou, dit soort dingen gaat helemaal hierover. En zintuigen, nou, het is al lang niet meer reuk, tas, smaak, gezicht en hoor. Maar je komt nog 35 andere 100 mogelijkheden bij hoe zintuigen bij het beest in elkaar zitten. Dus een heerlijk vakantieboek om je te verbazen over nou ja, de schepping of wat het ook is. Alsjeblieft. De schepping of wat het ook is. Jij weer. Jij weer. Ik doe er 5 tegelijk. Ho, ho. Doe er. In 1 minuut. 5 tegelijk. Nee. Oh. Nou, dat komt eigenlijk. Dat zijn de 5 nominaties voor de grote poëzieprijs. 5 hele wonderlijke bundels die helemaal niet meer zo op poëzie lijken, zoals heel veel mensen op poëzie lijken. Maar eigenlijk is het eigenlijk gewoon een beetje een verkapte reclame voor ons eigen programma, want deze prijs zou niet uitgereikt zijn als niet hier een paar afleveringen geleden Jan Baken en Lisbeth Lagemaat aan tafel gezeten hadden. En als niet Sascha Jansen de zaak aangekaart had, als niet Aleid Truijens in de zaal gezeten had en daar een recensie over geschreven had en vervolgens zich een sponsor meldde, waardoor het toch nog dus zoals Joke van Leeuwen een doorgeefverhaal geschreven heeft, is dit eigenlijk ook een soort doorgeefverhaal. Dus ik ben heel benieuwd wie er straks gaat winnen. En wanneer is de uitreiking? Op dezelfde dag als een andere prijs. Binnenkort. 17 mei volgens binnenkort. Mij. Binnenkort. 17 mei. Binnenkort, ja. En dat is voor mij, ja, 17 mei. En dan wordt er ook een andere prijs uitgereikt. Dank je. Volgende keer. Volgende keer? Volgende keer. Lenneke Berkhout.
hoveniers en tuinbaas en cultuurgeschiedenis van tuinieren door de eeuwen heen. En Martin de Haan, de vertaler van Oerlebeck. Niet alleen van Oerlebeck, ook van Kundera, die ook al... Vroeger van Sartre. Loopt alles, ja. Maar wat dat betreft, ja, en nog veel meer Franse literatuur. Maar omdat Kundera ook al een paar keer aan de orde geweest. Het Franstalige deel, het Tsjechische deel, is door Jana Beranova vertaald. Maar hij schrijft zelf ook inmiddels romans en hij fotografeert. En omdat wij kunnen dromen wat we willen, maar Michel Houellebecq hier helemaal niet aan tafel kunnen krijgen, praten wij met Martin Haan. Nee, die speelt nou in films, heb ik begrepen. Ja, dat heeft hij zelf ook begrepen, volgens mij. Maar wij hebben het gewoon over boeken. We zijn een boekenprogramma, dus de volgende keer de vertaler van Houellebecq. Nou, daar zijn we. Nou, dankjewel. Dit was nummer 8. Ja. Op de tafel van Savannah B. liggen de boeken van onze gasten van vanavond. Die misschien best ook nog wel willen signeren als u een boek koopt. Wij zijn er dus weer op 10 mei. Dat is weer gewoon de tweede woensdag van de maand. Dank u wel voor de komst. Wel thuis. En wellicht tot 10 mei.